Wij groeten alle mensen in Paramaribo. Wij groeten alle mensen in Suriname. We groeten alle mensen buiten Suriname. Dit is Clifton Michael Limburg. En met Takuyu Oditap 3 april 2024. Vanuit Astudio Jaso Pewedu. Bakanatori. Dames en heren. Origineel. En ik hoop dat iedereen een mooie dag heeft. Maar dat is een dag van nationale rouw. Dus we gaan Bakanatori niet met te veel met te veel scherp schieten. We schieten dus niet met scherp in Bakanatori, dames en heren. Maar het zijn ook geen losse vlodders. Dus let maar op. De mensen die kijken, die luisteren, laat me daarmee beginnen. De mensen die luisteren op 91.7 is het nog. Dat is de. Ja, dat is de. De juiste frequentie. 91.7, goedemiddag. Welkom erbij, de mensen die kijken. Ook goedemiddag. Je kijkt op FB, je luistert ook op internetradio en op de radio gewoon. Ik wil u een mooie bagan naartoe wensen. We gaan weer eens zoveel als mogelijk. We doen best voor Chara programma. Lek van Iwaning. Isabi en niet eens een programma. Want takisabi abi ala baganna. De mensen die jarig zijn vandaag. May I, dames en heren. Sana. Motakelijk Joel. Congratulations, it's your birthday. Heb een mooie dag, het allerbeste. Het zijn de rammen die jarig zijn in begin april. Gefeliciteerd, de mensen die ziek zijn, beterschap. En alas mas alas wang, lobby wang. Ik zie hier een echte Bakanatori fan die zegt, kan je me condoleren in Bakanatori? Mijn neefje is overleden. Hij is slechts 22 geworden, was als mijn zoon. Diane Seefeuk. Oh, Diane, gefeliciteerd. Ja, sorry. Niet gefeliciteerd. Gecondoleerd met het heengaan van je neef. Veel sterkte aan de familie Seefeuk en al anderen. Isabi. En ik zag het op FB toen ze het gepost had. En ik vroeg me af, Migado Sumana Dati. Maar nu krijg ik een app van haar en ik wil ook de familie Seefeuk condoleren. Diane, sterkte. Met het heen gaan van je neef. Alle andere mensen. Sterkte. We hebben straks de crematie van Rob Leter. De heer Rob Leter. Ook sterkte nogmaals aan de nabestaanden. Ook sterkte nu. Ook aan de nabestaanden van de voormalige vicepresident Jules Adjodja. Die wordt dus nu ook op dit moment gecremeerd. En u weet, de regering heeft gezegd, hey jongens, ook van de media, een dag van nationale rouw, althans, pas je uitzending aan. En met aanpassen, dames en heren, denk dat ze bedoelen, notumsi voor jugu jugu. Alhoewel, moet hij eerlijk, door de jaren heen merken we dat radiostations zich niet zozeer ik wil niet zeggen storen, maar de mannen, het was er al die jaren. Wij hebben tenminste geprobeerd voor Megazani komt zo rustig, Isabi. En je verliest daar niks mee als je het een beetje aanpast, Isabi. Belangrijk is dat de actualiteitenprogramma's doorgaan, maar bepaalde poku in jere tide, dus tangano in jere. Melk dosu ja. Dat heb je vandaag niet gehoord. Isabi. Chocolade boom boom heb je vandaag nog niet gehoord. Ik denk later misschien. Na de crematie tegen 5 euro, 6 euro dan. Daar zijn een beetje loes op tjusen, maar ik begreep dat. Wij hebben daar begrip voor. Ik heb er geen moeite mee om ook even aan te passen. Maar ik ga u even terugvoeren naar de uitvaart van de gewezen VP. In KKF is er een dienst gehouden. Ik vond het wel leuk om te zien, althans, ja zien. Ik heb daar wel een reactie op. En ik hoop niet dat mensen me kwalijk gaan nemen, want je weet.
dat ik de man takke limbo takke en dus dat heeft limbo takke dan een aanval. Is op meisje, alles aan de meisje lek aanval je in akkoord, hè? Isabi, we hebben zulke lange tien, maar een aanval, maar me heb wel wat opmerking. Maar meki Arki, Ushi, de toepresident, de toe-ex-president, de huidige president Santoki, met naast hem president, ex-president Venetiaan en ex-president Shankar. Dus aheer top voor de gewezen presidenten. Die waren er behalve Weidenbos en Boutersen. Maar ja, die omstandigheden zijn bekend. Maar laten we de concentratie houden op wat we gezien hebben. En meneer Sarju Taki heeft kort gesproken. Ik wil dat even laten horen. Ramdin Sarju. En ex-president Venetiaan tak ook toe. Dat ook toe mi wameki Arki. Dit is zo lang hoor, volgens mij niet eens 3 minuten de man Taki. Laten we alvast beginnen met Ramdin Sarju. Hij is ook VP geweest. Weliswaar maar voor 1 termijn. Hij was VP van 2005 tot 2010. Jullie moeten me helpen hoor, want ook dikke Oru. Hij was ook DNA-lid, maar later ook DNA-voorzitter. En hij zei bij de uitvaart het volgende. Laten we even luisteren. Kort dus. De Vedic Dharma, de Vedische godsdienst, heeft 2 principes die de grondslag vormen van het hindoeïsme. 1 is dharma en de 2e is karma. Karma geeft aan de norm van het menselijk handelen. En karma is de realisatie van het menselijk handelen. Wanneer wij de activiteiten van Schul met zijn vele functies toetsen aan deze normen, dan moeten we constateren dat wanneer de vlag van de Republiek Suriname halfstok staat, wanneer wij constateren dat de regering heeft besloten een begrafenis te geven met staatseer, wanneer wij constateren dat de president van de Republiek Suriname, de vicepresident, in persoon hier aanwezig zijn, wanneer we constateren dat u alle prominenten hier aanwezig zijn bij deze gelegenheid, dan is dat het teken dat niet een gewoon mens heen gaat. Dat betekent een waardering. Dat betekent een erkenning aan de heer Ayodhya. Een erkenning en waardering aan de familie Ayodhya. De man die gevolg heeft gegeven aan de normen zoals de Vedic Dharma stelt aan mens en een maatschappij. De maatschappij heeft eer betoond. U als mens en familie heeft eer betoond bij het heengaan van de heer Ayodhya. Hij moet daarvoor dankbaar zijn. Onze geschriften leren ons dan het richeswa Bharata. Bharat onder deze omstandigheid is berusting het enige mogelijke. De atma is niet dood. Dat betekent dat de atma ergens is en leeft. Laten we de hoop uitspreken dat de atma van Schul, waar die zich ook mag bevinden, dat die atma de familie mag begeleiden, de staat mag begeleiden, de samenleving mag begeleiden, waar zulks nodig is.
Ik wens de familie sterkte toe onder deze moeilijke omstandigheden. Ramdin. Chesuharit. Om Shanti. 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 Ramdin Sarju bij de uitvaart van zijn partijgenoot, ook gewezen vice-president Shul Ajoja, Shul Ratan Kumar. Ajoja is de volledige naam. En het is inderdaad zo dat het gaat om de tweede vice-president Saul Lassie. Want de eerste vice-president zang Guo Fissi. Laten we even nadenken hoor, de eerste. Eigenlijk is hij de tweede. De eerste vice-president vanaf dat bestel. En ik vraag de persoon die me dat gevraagd heeft. Ik corrigeer het, want ik zei inderdaad is het tweede. Maar vanaf ook is dat stelsel, die zie. Meneer Henk Aron is ook vice-president geweest. Ja toch, Henk Aron is ook vice-president geweest. En wel van 1987. Hij is geïnstalleerd in 1988. Henk Aron is VP geweest van 1988 tot de kerstcoup in 1990. Toch? En hij is de eerste VP-zang. Hij is weliswaar niet als VP gestorven toen in 2000, maar hij is VP geweest. En daarna hebben we als VP gehad van 96 tot 2000 Pratap Radhakishun. Die is ook al overleden. En daarna in 2000, met dat uit het hoofdjaar is om, je hebt me. In 2000, ook is hij, lik VP, Jules Ajoja. Dus hij is de derde VP die ons is voorgegaan. Hopelijk corrigeer ik het, want iemand vroeg me. Derde. Ja toch? Ratan Kumar Ajoja. We hebben ook aan het woord gehad de gewezen president Jules Wijnaldum. Zijf samen, joh. Ja, volgens mij moet ik een beetje gaan slapen. De gewezen president Ronald Venetiaan. En Ajoja heeft onder hem gewerkt. Ze waren goed op elkaar afgestemd, heb ik gemerkt. Isabi. En meneer Venetiaan heeft dus ook het een en ander gezegd vandaag bij de uitvaart. Ik praat helder, nog helder. Alleen heb ik wel een opmerking, maar dat ga ik u straks zeggen. Laten we luisteren naar de Express. Ayo, Shil Ratan Kumar, Ajoja. Zoals wij hem noemden, afhankelijk van de omstandigheden. We hebben maandagavond van Panida Baldeu geleerd wat Ratan Kumar betekent. En dat wil ik vasthouden. Dat Jules in zijn leven als een diamant gestraald heeft. Hij heeft gestraald voor zijn gezin, voor zijn familie, voor zijn land en voor de wereld. Extra voor de districten waar hij gewerkt heeft als districtscommissaris. Als minister en gestraald als vice-president voor ondergetekende. En ik kan u zeggen dat na zijn dood zijn licht is blijven stralen. Tegenwoordig hebben we het gemak of ongemak als u wil. Van de apps die binnenkomen. En hoe meer mensen je kent,
hoe meer apps ik krijg. En alle boodschappen die zijn binnengekomen bij mij, die geven aan dat men zeer, zeer gelukkig is geweest met de manier waarop Jules is omgegaan met de mensen en zijn werk heeft gedaan. Ik heb Jules leren kennen als minister, samen waren we minister. En misschien is het daarom dat toen de partij met een aantal personen kwam om vicepresident te worden, bij mij als president, dat ik voor Jules gekozen heb. Jammer voor degenen die zijn uitgevallen, die begrepen dat niet onmiddellijk. Maar ik verwachtte dat Jules in die roerige tijd waarin we leefden, dat hij mij veel werk uit handen zou nemen en dat hij uitstekend met iedereen zou weten om te gaan. En dat is ook gebleken. Hij wist met de vakbeweging altijd tot een goede overeenkomst te komen, waarbij hij natuurlijk geen risico nam en ervoor zorgde dat hij tijdig schorsingen inlaste om met de president af te stemmen en ervoor te zorgen dat als hij eenmaal gesproken had, dat hij dat nooit meer terug hoefde te nemen. We verliezen in Jules inderdaad een groot mens, zoals vaak gezegd is. En ik heb tot uitdrukking gebracht dat ik hoop en eigenlijk verwacht, maar we weten dat het de Almachtige is die bepaalt, dat we Jules terug zullen zien in een goede mens hier op onze aarde. Voor zover het niet zo is dat de Almachtige hem reeds roept om het eindpunt te bereiken. Sterkte voor de familie, voor iedereen. Ja. Aldus president Ronald Venetiaan. Natuurlijk heeft hij ook wat gezegd. De overledene heeft 2 termijnen dus ook onder hem gediend. En inderdaad, ze zijn beide ook ministers geweest. Dus we hebben gehad Henk Aron, Jules Adjoja, Pratapradakishun. Daar weer Jules Adjoja. En ook Sarjo was VP, zei ik, Robert Amarali, Ashwin Adin. En nu hebben we Ronnie Brunswijk. Ik ben benieuwd wie de volgende VP wordt. Maar ik ga je zeggen, de leiders van ons, de man. En natuurlijk, het is Luku Oudu na oude leeftijd na vergelijken naar de man door een mooi aantal, wat mooi hoogte. De president Venetiaan die wordt in juni 88 jaar. Meneer Sarjo die zal ook dichtbij de 86, 87 zijn. Sommer die is ook al 80 zoveel. Weiden Bos. Die wordt op 2 mei 83. Eigenlijk zouden de mannen, de mamus abukutok met de mappen de mij pot de ervaring. Ik heb het niet over tv-producties en zo. Maar die mannen moeten gaan schrijven. Je zou graag
zoals ik laatst gelezen heb, dat boek over Henk Aaron, man van het moment van de schrijver Meel. We hebben helaas nog geen echte werken van meneer Venetiaan. Maar eigenlijk, weet je, wat ik... Dat heb ik geen vrij, want mijn gasten die... Ik heb wel al die interviews. Eigenlijk zouden we... En dat, misschien moet ik dat als advies meegeven. Wanneer onze leiders een hoge leeftijd bereiken. Mij qua 90, 80, zoveel. Soms wil je de mensen... Je wil ze in mind hebben, like vijf bij sapding. Isabi. En soms is het goed om... Wanneer de mannen een bepaalde leeftijd bereiken, is natuurlijk God gegeven. Wij hebben natuurlijk geen enkele garantie dat we door een leeftijd dat hij. Het is een gezegende leeftijd. We voorzien met dat je altijd in rust stapt. Maar na een bepaalde leeftijd. Maar het zou misschien beter zijn om de mannen niet zo in het openbaar te brengen. Isabi. Laat de man afscheid nemen in een andere setting. Dat ze dus aan het publiek ook praten. Want je wil de man herinneren. Ik vind bij Sabaman, toch? Je wil geen... De man dat de tand destijds. Dat staat ons natuurlijk allemaal te wachten. We worden een dagje ouder. Kijk maar naar mijn baard. Ik heb mijn grijs naar mijn barbakba. Voorlopig jouw wang. Dus misschien moet men dat als advies meenemen. Toch? Het is, aan de andere kant hoeft ook niet... iemand kan aangeven van... Hey, Arkina, ik voer het woord namens de Express. Of ik voer het woord namens... ik hoop niet dat men het als vervelend ervaart. Ja, want tegenwoordig in een conditie... bijna moet je rekening houden met wat je zegt. Mensen kunnen dingen verkeerd begrijpen. Maar soms is het goed om de mannen een beetje... Ze praten niet meer echt in het openbaar. Ze komen ook niet makkelijk in het openbaar. Maar misschien zeggen maar, ja, we zijn in Suriname, dus we doen het zo. Er zijn ook heel veel dingen die we eigenlijk zouden moeten overnemen van het buitenland. Maar al met al hopen we dat meneer Adjoja zijn ziel in vrede mogen rusten. En dat, nogmaals, sterkte aan zijn vrouw en zijn kinderen en zijn kleinkinderen en alle familieleden en heel het land met de bijdrage die deze man geleverd heeft. Isabi, want we moeten dat heel ook, like Famitake SD, het was geen vice-president waar wij van de media altijd correct omgegaan met de pers, hoor. Dat moet wel gezegd worden. De eerlijkheid gebiedt ons om dat te zeggen. Altijd correct geweest. In zijn benadering. Nooit alle toestanden van ik praat niet tot jou en ik doe dat niet. En weet ik veel en loopt weg. Vergeleken met Sergio. Maar dat ben je gewoon niet aan. Tamar had nog bij absinthe te gaan. Hij heeft zelfs in mijn oor neergelegd, weet je nog. Dag meneer. Maar goed. Nogmaals gecondoleerd met het heen gaan van Jules Adjoja en zeker ook het heen gaan van Rob Leter. Ik heb een heel goed gesprek gehad met meneer Hienaar over meneer Leter. Mij draai dat weliswaar in het nieuws, maar ik weet niet als er straks ruimte is. Misschien moeten we het herhalen, want het is zo'n mooi gesprek. Iemand zei me van dit moet heel snel op YouTube, want... De man dat meestal dat is Mano de Moro, die begrijpt wat waarde is, maar bij Abi. En meneer Leter, die heeft zijn bijdrage geleverd aan Motagi met alles wat hij heeft helpen trekken, zoals para-industrie. En zeker ook Fazaning, het Centrum Index. Maar goed, ik hoop dat de presidenten die we nog hebben, laat ze in een pen kruipen en laat ze ook gaan schrijven, zodat we kunnen weten hoe ze hun periode hebben ervaren. Isabi, de periode van Venetiaan als minister van Onderwijs, hoe hij bijvoorbeeld is omgegaan met het feit dat Natulisi
Want Feliciano was minister van onderwijs in 1980. En toen kwam de coup van 25 februari. Hij was minister van onderwijs in 1990. En toen kwam de kerstcoup. Dus sommige mensen begrijpen dat niet. Dus misschien moet je dan begrijpen wat er... Vanmiddag is dat niet. Ik wil niet zeggen bitterheid, maar... Een houding kom je te verkaren als de militairen. Want in 80 minister in de regering Aaron Koep. In 90 minister ook van onderwijs in de regering Shankar Koep. Later is hij president. Toen is er geen koep gekomen. Er zijn wel allerlei botsingen geweest daar op het kabinet van de president. Waarbij hij staf van Ligre op Ogwe. We gaan niet naar u luisteren. Dat had te maken met de benoeming van Goree. En Venetiaan, dames en heren, die gilde nog dwars door de zaal. Heren, gaat u zitten! En de militairen, aangevoerd door Sital en Linscheer en Graanoos en Meynals, die maar wakap moppen uit de vergadering, want die maar hebben we accepteren. Een nieuw bevelhebber. Dat soort dingen willen we lezen, hoe hij vindt dat ervaren. Het waren de moeilijke dagen in de jaren 90. En daarna, hoe is hij omgegaan met het feit dat in 96 hij toch in die oppositie is beland. Want een groot deel van de VAP, de Mangorokonanga NDP en BVD is ontstaan. Atamungra en Jainula en die vrouw Singh en Dilip Sarju. En is de regering Weidenbos gevormd. Deze dingen weer, ze zijn alleen dingen uit de pers, maar de man moest gaan schrijven toch. Je zou ook van Bouders willen lezen van alles wat gebeurd is in een boek vanaf 80 toen hij terugkwam in Suriname. Die toestanden in de stakingen en de spanning geleid tot 82 december. Isabi, de koeps van Rambokus, de koeps van Hoker, de koep van de strijd met Jungle Commando, de overgang naar de democratie in 87. Zijn overgang naar het bestuurlijke, althans naar de democratische lijnen in 87 en de oprichting van standvaste beweging naar NDP. De man, ik hoor ze soms zeggen, maar het komt maar niet los. Ook meneer Herrenberg, die moet ook 85 worden in oktober. Die was parlementariër, hij was journalist, hij was in Algerije. De man moest schrijven en zo niet. Toch, we hebben nog meer Weidenbos, maar die schrijft ook, maar die schrijft niet over zichzelf, maar Weidenbos schrijft over de bestuurlijke inrichting van Koendere, maar zijn ervaringen ook, die moeilijke dagen toen hij president was, weg met Bosje, en zijn ervaring met de oprichting van zijn partij DNP, die dus later weer gewoon opgegaan is in NDP, en zijn periode als DNA-lid, en ga zo maar door zijn periode als adviseur. De man doet dat niet, want ze zijn geen 25. Weidenbos wordt 85. Nee, 83. 83, want hij is in 1941 geboren. Ik hoop dat ik goed kan berekenen. Die andere man wordt 85. Dat is Henk Herrenberg. Die is 1939 geboren. Mensen. Maar goed. Heel interessant hoor. Maar heel leeftijd. Isabi, tot op dit moment hebben we geen echte imponerende jonge leider. Dan gaan we nog Shiwaman, Saaba Kaliber Fufene eten. Isabi, in NPS. NPS had altijd sterke leiders. De man bij Pengel, de man bij Abi Aaron, Fene, had zijn eigen stijl. Maar na Fene hebben we niet echt gemerkt dat kwam Madisang. Isabi, Pompasani, Bouders gaan ze. Je gaat lang zoeken naar een nieuwe Bouders. Je gaat het niet vinden, want hij is God-given met aparte talenten. Isabi, je maakt dat even maar een tigaman dat hij. Om een tigaman, om een magaman, even goes dangaman in een camera. De takwa afjuranga man tegwe bef helemaal. Aman draai je bent. Je krijgt een enorme liefde voor hem. Ik weet niet wat voor talent hij heeft hoor.
Maar hij zou ook natuurlijk moeten schrijven over zijn toestanden en zo. Hij wordt 79. Dus volgend jaar, als er verkiezingen gehouden worden, is Boudersen het in de overgang naar 80. De tijd gaat hard hoor. Sommo is. Die blijft. Die blijft maar doorgaan. Die is 80 zoveel. Sommo is. Ga je precies zeggen. Sommo wordt volgens mij 83. Rieken is niet mijn sterkste kant hoor. Sommo is in 1943 geboren. Dus Sommo wordt op 2 mei aanstaande 83. Samen met Jules Weidenbos. Zijn ze op één dag. Ze worden op één dag jarig. We praten een beetje vrij nou. Ik heb geen gasten. Dus mijn hoop me weer hoe het is. Mijn hoop dat we vinden dat ze een beetje voertuig met Taki. Ik lees hier iemand zegt. U vergeet een prominent revolutionair. Zaligmeester Eddy Bruma. Ook mag er een boek uitkomen over zijn ideeën. Niet alleen Eddy Bruma. Er zijn zoveel mensen. Die veel weten. Weet je wie ook veel weet? De laatste tijd heel moeilijk bereikbaar is Arnold Kruisland. Kruisu moet ook over de 80 zijn. Want Kruisu, Amarat bij de Nanga Pengel. Amam ik Pengel mee. En ik heb hem gezien. Hij zat in die hele commissie bij de uitvaart van Pengel. Ik was er niet bij, maar ik heb de beelden gezien. Kruisu zat voor. Isabi. Kruisu heeft Pengel er meegemaakt. Heeft Aaron meegemaakt. Heeft Venetiaan meegemaakt. Helaas kan hij niet door één deur met Gregory Rusland. Maar de man inderdaad. De man moet schrijven. Potdesani. Voor de geschiedenis. Buitenlanders moeten de mensen niet voor ons komen beoordelen. Wij moeten ze zelf beoordelen. Want als je nou van Finne hield. Als je nou van Boudersen hield. Als je nou niet. Even nog bij op Bosch. Even nog bij op Finne. Even nog bij op Boudersen. Even nog op Santoki. At the end of the day zijn ze uw leider geweest. Venetiaan 3 termijnen, Boudersen 2 termijnen, Weidenbos 1 termijn, weliswaar niet afgemaakt. Santoki 1 termijn. Ik zet een beetje saus in dat ding hoor. Ik zet een beetje saus, want Santoki tot op dit moment 1 termijn. Dus omosabi, we moeten veel meer weten over de mensen. Henk Sinazen bij wijze van spreken. Als je, heb ik ga universiteit of ik ga actie van journalist know dat wie was Henk Sinazen? Ja, maar dat sabi. Henk Sinazen is de eerste premier na de coup van 80. Henk Rudolf Sinazen, geboren op 18 januari 1937. Of nee, 1934. Isabi, 1934. Overleden in het park. Kreeg een hartaanval. Zat in het verzet tegen Boudersen. Want hij is daarna vertrokken. Naar Pittsburgh, denk ik. En van daaruit zat hij in de. Verkarazani. In het verzet tegen het militair gezag. En. Bagadat die inanga Boudersen met een boom. Dama kom Bagasranang. En hij is in Suriname in. Ik dacht 98 of 99 overleden. En Boudersen is naar die uitvaart geweest. Was, de man dat je nog mag, dat was uitvaart mooi. Maar het was een plechtige uitvaart in de Rosakerk. En zijn zoon Kenneth blaas een saxofoon. Dama je playa. Giyumi of Mi Abu van Nodu, iets in die zin. Een song van Denise Jana. Hele geschiedenis is mooi, maar die mannen moeten nogmaals de dingen voor ons vastleggen. Iemand zegt, wie was Kraag? Kraag was NPS'er benaderd toen door Boudersen om waarnemend president, althans de functie van president, even in te vullen naar de kerstcoup. En hij zat een jaar. Ook over Kraag weten mensen heel weinig. En vele andere toppers die we gehad hebben in het land. Zeer, zeer interessant. Zeer interessante geschiedenis. Maar goed, mensen. Wat we nu hebben is deze president. En deze president is de huidige president.
Ramsarju, Jagrat Lachman, Nasuel Ajoja, nooit de man dat die gunu a gevoel tak de man is spanning as hij taki. Ik heb u net gezegd, wij zijn, laat me je een tori geven, volgens mij heb ik het een keer uitgelegd. Over de grootheid. Ik was werkzaam bij Apinti in 19... weggejaagd KBC, Damidoro Apinti in 1993. Nee, 94. Nieuwsdienst omroep. 1994 onder meneer Charles Vervuurt. Daar... Mi bel zoeken wat reactie. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar in elk geval, ik kreeg meneer Lachman aan de telefoon, want ik wilde een telefonisch interview afnemen. Maar de man was geïrriteerd, dus hij heeft mij afgesnauwd. Nee. Zo sprak Lachman. Als hij nee zei, dacht je dat hij iets anders zei. Nee. Nu kan ik niet praten. Nee. Bam. Dus Milo gaat telefoon met zang. Joh. Ama Barmi. Ja, Barmi, joh. Taksa, samot wa aan zijn. Dus ik stond nog op het punt om alleen toch uit te zenden, maar ik was nog jong. Ik was 24 jaar. Dus migona Drico, dat de voorzitter van de Nationale Assemblée heeft net de telefoon neergelegd in mijn oor. Dus terwijl mina Drico in bespreken zijn, DNA bel. Meneer Edmund Blow was griffier. En meneer Blow heeft gezegd, ik bel u namens meneer Lachman om de verontschuldigingen aan te bieden, want hij was geïrriteerd. En hij betreurt het dat dat zo gegaan is. Nou, dat getuigt, dames en heren, van grootheid. Ben je het met me eens of niet? Het getuigt van grootheid. Isabi, van correctheid. Ama bel, ama saptakama go in de fout, go mitwang. Mediawerker. En aan mij bieden voor ons schuldiging aan. Ik werd het nooit vergeten. 1994. Die president die we nu hebben, via Peter, is een totaal andere persoonlijkheid. En natuurlijk, mensen verschillen, Isabi. Maar eigenlijk zou je qua leiderschap en qua omgangsnormen en vormen niet mogen verschillen. Want je zou moeten weten hoe je moet opstellen. Terwijl bijvoorbeeld iedereen klaagt over friends and family. Terwijl iedereen klaagt over het afaswa kondre et draai. Dan zien we een foto waarbij die president met de president van Guyana aan een onderhandelingstafel zit. Dan zie je die president van ons aan de tafel. Hij hoort daar te zijn, want Amana Isabi, counterpart of verkaring. Dan heb je meneer Ramdin, de minister van alles. Die hoort daar te zijn, want hij is minister van alles. Isabi, dus hij hoort daar te zijn. Dat zie je meneer Noor Mohammed, die mij tak over haar broodje, dus Noor Mohammed, hoort daar te zijn. Maar wat doet de president zijn vrouw aan die tafel in hemelsnaam? Wat? Hebben we ooit mevrouw Ferrier vastgezien bij onderhandelingen aan de onderhandelingstafel? Heb je ooit die vrouw van meneer Pengel gezien aan de onderhandelingstafel? Heb je ooit de vrouw van Aaron, mevrouw, je hebt net die Aaron gezien aan een onderhandelingstafel? Heb je ooit, dames en heren, de vrouw van meneer Shankar, of de vrouw, mevrouw Lisbeth van meneer Venetiaan, of mevrouw Ingrid van meneer Boudersen aan een onderhandelingstafel gezien, of mevrouw Adjoja? Die man, dat is allemaal nog aan fiedek aan kang. Dus dat ding irriteert zodanig, joh. Isabi, opdringerigheid naar een belachelijkheid ook. Wat is dat nou? Al deze grootheden die we hebben opgezomd, hebben ons nooit het gevoel gegeven, maar
Je bekijkt het daar, ik doe wat ik wil. De mannen hebben ons nooit dat gevoel gegeven. Ze hadden hun minpunten, ik bedoel, ze hadden. Weet een bos, Vinnen en Bouta en weet ik veel, waren niet zaligmakende leiders. Ze hadden hun hibbies. Daarom hebben ze vaak, ze zijn weggestemd toch? Vinnen weggestemd, Bouta weggestemd, Bosje weggestemd, Kargon. Maar dit, jongen, ik weet niet hoor. Die vrouw zit gewoon hard aan die tafel. Isabi. Sa ei do drape ewan sabi. Dat heet dat ik aan die zie dat je mij raakt. Dat ben je aanval, dat ben je tegen. Dat zijn we tegen. Maar je moet ons niet het gevoel geven van, ach, jullie mogen maar een beetje zitten LULen. We hebben niks te maken. We gaan rustig door. En daarom reageert het volk, dames en heren, op een bepaalde manier. Kijk maar. Wat in die keer gebeurd is. Weer eens uitgejouwd. Weer eens uitgejouwd. Mirasap. If no man of this aan gaan tijgen. Maar dat hij Archie nou. Voorlopig. Ga niet naar dit soort dingen. En ook al weer naar dit soort dingen. Nog dat je dat podium. Want de mensen lusten u niet. Zo simpel is het. De mensen lusten u niet. Er is nothing personal, dames en heren. Het is gewoon, u bent gewoon niet populair. U bent niet populair. U bent geen geziene figuur. Isabi. Dus straks wanneer BVSSO organiseert een avond tweedaagse, notak je go waka, want die mensen gaan u uitjouwen. Want ze hebben het gevoel alsof u ervan uitgaat dat u mag maken en breken. En dat wij niks in de melk te brokkelen hebben. Want u bent de president. En u gaat maar door. En uw vrouw die zit aan onderhandelingstafel. Je gaat naar een vakondre. En uw vrouw gaat daar zitten. Er is, ik weet niet hoor. Maar ja, zoals hij het zei, is de nieuwe orde. We zullen zien waar de nieuwe orde ons gaat brengen. Mensen, er is een besluit genomen. Ja, besluit. 10 april is het Idul Fitr. Isabi, het offerfeest, de vaste maand, wordt afgesloten. We moeten eigenlijk als nazi in Akondre Peweta moeten we rekening houden met de religieuze feesten. We hebben een aantal, je hebt Goede Vrijdag, je hebt Pasen, je hebt Holy Pagwa, je hebt Idul Fitr. Je hebt het kerstfeest, je hebt Diwali, je hebt Idil Adha. Minumankar Adamala. Maar we moeten wel respect opbrengen voor elkaars geloof en religie. Dus, Awiki dan woensdag, no, is 10. Is er dan geen Baganatori, dames en heren. We willen een paar reacties lezen. Ik ga u dat gesprek met meneer Boldewijn laten horen. Want meneer Boldewijn die heeft ook zijn reactie gegeven op de uitspraak van de president. De president heeft gezegd, DNA-leden moeten een motie indienen tegen de minister van GBB. Dat is ook voor het eerst in de geschiedenis, meneer Zwanzaniere. U hebt benoemd dit, maar... Je hebt ontslagen, je hebt een rugdekking nu achter DNA-leden. Dus die, het land is zo een... elke dag komt er een nieuw vraagteken bij. Elke dag. Elke dag komt er een nieuw vraagteken bij op bestuurlijk gebied. Isabi, we zijn helemaal in de war... Er is geen lijn in dat ding. Er is geen lijn. No een kader, no de. U moest beoordeel aan minister. Dames en heren. U moet de politieke ballen hebben om te zeggen. Minister Forswijk. Naar mijn mening doet u een slechte job. Ik bedank u per heden ogenblikkelijk. Eervol of niet eervol. Ik weet het niet. Maar u moet dat kunnen. Je hebt die bevoegdheid grondwettelijk, doe dat. Maar we hebben niks aan. Maar die boer, die... Ja, ik ben ook wel die domme boeren. Is maar... Ja, helemaal. Ja, politiek antwoord en koppen gaan rollen en zo. We hebben niks aan bluff.
We hebben niks aan politieke biggie takkie. Daden. Ze hebben zoveel problemen, die boeren. En toch, je applaudisseert. Je wil het doen, dan zijn ze takkie. Je moet je, daden. Daden. Moeten niet uitblijven. Als u vindt van, hé, Arkino, de minister is haar boekje te buiten gegaan. Isabi, is haar boekje te buiten gegaan. Dan met onbida minister, dan met taiga minister Arkino, je bent weg. Dan ben je een sterke figuur. Dan ben je een sterke president. Isabi, maar die minister zelf ook. Als ik minister was, dan zou ik mijn baas horen zeggen in de pers en tijdens een bijeenkomst, dat mensen een motie tegen mij goed moeten voorbereiden en dan moeten indienen. De volgende dag zeg ik niet meer brief. En samen tijgi en abrivi, nou dit makkelijk, en dan ben lekker uit ook toe met tijgi en abrivi. U bent een president onwaardig. Dat mij wel schrijf je in dat briefje. En ik zou absoluut niet verder onder uw leiding voort willen gaan. Want wat door u daar gedemonstreerd is, ik kan echt niet, ik kan niet langer achting voor u hebben. Isab, wat maak je met zo'n pies papieren wat je hart in dan? Wat je hart in, wat je hart in, papieren. En deze man is mijn baas. En ik ga geen opdrachten kunnen aanvaarden van deze joker. Want eigenlijk is deze man mijn baas. Geschiedenis. Bewust mijn kaarten gaat niet zien. Bewust me als je dat bent vergeten. Isabi, dat is niet bij de voorzorg dat ik moet doen. Maar dat moet ik niet. Dit pik ik niet. Dit is ongepast. Maar er zijn geen normen, er zijn geen standaarden, dames en heren. Wie ziet, ik jou een basket aan gaan poepen, om een beetje grof te praten. Nee, dat dit, men accepteert het. En men gaat rustig door, alleen maar om bij elkaar te blijven. Dus men, ten koste van alles, men houdt geen rekening met, hoe zal de gemeenschap mij beoordelen? Men houdt geen rekening met hoe zal men naar mij kijken over 3, 4, 5 jaren? Niks. Niks. Sommigen komen gewoon weer straks op die kandidatenlijst. Totaal geen zelfrespect en dignity. Totaal niet. Ook al dat zou wel niet voor sommige van de mensen van toen. Oké, misschien is die ontwikkeling niet echt gekomen. Maar want die waardigheid, joh. Isabi, zal iemand zo over je praten? Isabi, je bent toen je als baby geboren werd. De man op taki tok tak, hey Arkino. Dit is baby Cliff, minister Cliff. Minister Cliff is geboren. De man dat we hebben hier, baby Clifton heet hij. Er staat nergens minister, je vult hem familieboeken vast aan ding. Maar het lijkt alsof de mensen hier functies of zo. De man met de taal plak, jongen. De mentaal plak. En het probleem is, je kan zeggen, maar ja, het is niet je zaak. Het is wel mijn zaak, want het is jou en mijn minister, het zijn onze gezagsdragers. En weet je wat zo belachelijk is? We noemen ze excellenties. En weet je wat het woord betekent? Excellentie, excellent. We noemen ze excellenties. In elke zin, wanneer we ze aankondigen, dames en heren. Terwijl ze eigenlijk gewoon, ja, als ik niet in de uitzending zou zeggen, dan zeg gewoon piweers en wiezen. Als je let op het gedrag en dit soort dingen. Maar weet dat aan excellentie. We moeten, want weet dat gewoon geen kakondre. Maar laten we dat land alvast, dames en heren. Zijn, volgens mij op alle fronten zit dat ding vast. Isabi, dus een nieuw leiderschap zou komen. O abi boon voor roken voor klari. En we moeten inderdaad, dames en heren, wanneer we mensen zullen kiezen, ervoor zorgen dat het mensen zijn die stevig in hun schoenen staan. En niet ten koste van alles in een bepaalde functie willen blijven. Soms begrijp ik dat ook niet meer. Maar goed, meneer Boldewijn heeft gezegd, een president degraderen schreef je naar de Sansa-Taki in Nikeri met betrekking tot de 200 hectare. Sarima, sa minister, gie uit.
en een advies, een oproep van president gericht aan de DNA-leden om een motie tegen de minister in te dienen. En ook Boldewijn zegt van dat hij dit ding nooit eerder gehoord heeft in de geschiedenis van Suriname. Hij heeft dit ook nooit eerder gehoord in de geschiedenis van Suriname. Nee, dit hebben we niet eerder meegemaakt. Dat een president, althans vanaf het presidentieel systeem van ons, althans geen presidentieel systeem, maar vanaf we dus presidenten hebben, want daarvoor hadden we geen presidenten, maar een president die in feite de leiding heeft over het land, die kan dus niet een voorstel doen aan een, de uitvoerende macht in dit geval, om een motie van wantrouwen in te dienen. Dat is dus iets dat niet kan. Het mag ook niet. Het is niet binnen de orde van onze staatsbestel. Kijk, de president is de leiding van de uitvoerende macht. En we hebben dus de rechterlijke macht. En de andere macht die er is. En je moet daar rekening mee houden. Er is een rechterlijke macht. Er is een wetgevende macht. En er is een uitvoerende macht. En als dus het parlement behoort tot de wetgevende macht, dan kan je de wetgevende macht niet voorstellen om iets te doen dat eigenlijk niet hoort in het kader van de verantwoordelijkheid van die mensen. Zij moeten dat zelf doen. Zij moeten die beslissing nemen. Maar jij degradeert in feite jouw positie ook. Dat een straatfiguur die overal kan rondlopen om dingen te zeggen. Dit is ongebruikelijk hoor. Dit is ongebruikelijk. Als het tenminste zo is dat die man dat voorstel heeft gedaan. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar dit is beneden alle niveau. Is het degraderen van de positie van en de verantwoordelijkheid van een president. Want dit zijn geen zaken die een president moet doen. Bovendien, als we kijken naar het vraagstuk zoals die is ontstaan, dan heb ik het gevoel dat die mevrouw zich niet op de juiste manier, althans de minister, die heeft zich niet op de juiste manier laten informeren over de juistheid van die situatie daar in die Kerry. En dat ze op basis daarvan die beslissing heeft genomen. Zoals de president dat zegt, althans dat voorstel doet, dan lijkt het alsof de minister geknoeid heeft met deze zaak. Hij gaat ervan uit dat de minister moest weten dat die staalweide eigenlijk reeds was uitgegeven of eigenlijk behoorde tot het domein van het ministerie van LVV. Daar gaat hij van uit. Maar de minister die kan uitgaan van de informatie die zij krijgt uit een onderzoek door haar ambtenaren. En op basis daarvan neemt ze een beslissing om die zaak toe te wijzen aan een ander. Dus dat zijn dus allemaal zaken die naar mijn oordeel onderzocht moeten worden voordat je tot een dergelijk voorstel komt om die mevrouw door middel van een motie van wantrouwen is beneden alle niveau, man. Eigenlijk moet ik niet eens praten over dit soort zaken, hoor. Voor een president om dit soort zaken te zeggen, normaal. Ja, maar verstoort het niet verder de werkrelatie tussen de president en de minister die een werkarm van hem is? Ja, maar ook de relatie tussen de president en de partij van de minister wordt hierdoor. Want het is niet de eerste keer dat een dergelijke zaak, althans niet het voorstel van die president, maar dat er een meningsverschil. Want in die kwestie van een sabaku was er ook het een en ander gebeurd tussen de minister en de president, als ik me niet vergis. Waarbij eigenlijk de minister verantwoordelijk werd gesteld voor zaken die niet goed waren gelopen bij sabaku. Dus het is niet de eerste keer, vandaar dus dat ik me kan voorstellen dat de president
geen vertrouwen meer heeft in de minister. Maar je mag niet zeggen van je gaat een voorstel doen aan het parlement, aan de DNA, om een motie van trouwen of van wantrouwen. Dat is beneden alle niveau, man. Je maakt je tot een soort rattenfiguur, man. Ja, maar zou zo een minister die de eer aan zichzelf moeten houden wanneer haar baas zich zo uitlaat over haar functioneren? Ja, nee, maar oké, dat zeggen jij en ik. Ik zou het natuurlijk ook doen. Maar je weet niet welke opdracht die mevrouw heeft gehad van haar andere baas. Want die is ook een baas. Dat is de voorzitter van de partij waartoe zij behoort. Huh? Mevrouw Poggi is opgedonderd destijds. En ik had niet de indruk dat mevrouw Poggi verkeerde dingen had gedaan. Maar ze is opgedonderd. En die partijvoorzitter is ermee akkoord gegaan. Huh? Dus ik kan me voorstellen dat wanneer die voorzitter nu een andere persoon daarvoor stelt of voordraagt als minister, dat hij niet zo willing zou zijn om die mevrouw de Laan uit te sturen. Hoor. Vooral gezien de periode voor de verkiezingen. Ja, maar dit alles is het resultaat van een geforceerde relatie. Wat moeten we hieruit leren wat betreft de toekomst, daar waar het gaat om het vormen van coalities? Nou, in elk geval, coalities één. Maar deskundige mensen hebben op een positie als minister is een ander. En het is weer gebleken dat we eigenlijk mensen hebben voorgedragen. Het doet er niet toe of het de president is die de persoon gekozen heeft, of dat het de vicepresident is. Maakt niet zoveel uit. Het gaat er voornamelijk om op grond van welke principes kies je iemand voor een bepaalde positie. Is het zo dat de persoon enige ervaring heeft opgedaan? Is het de kennis en de kunde van de persoon? Of is het gewoon een vriendschappelijke relatie? Een familierelatie die je hebt met die persoon? Die maakt dus dat je de persoon kiest voor. Want wie had ooit geweten van deze mevrouw als ze zijn een politician? Of iemand die in de politieke arena te zien zou zijn? Nee. Dus die mevrouw is gekomen uit een bepaald gebied, uit een bepaalde sfeer. En ze is minister geworden. En je zult merken dat die mevrouw geen haast maakt om die positie te verlaten. Vooral zo kort voor de verkiezingen. Ik heb niet de idee dat die mevrouw dat gaat doen. Hoor. Ook als zou de baas, in dit geval dan de vicepresident, dat zou willen in de hoedanigheid als voorzitter van de partij. Ik denk niet dat die mevrouw de positie zal opgeven. En ook als zou ze dat willen, de baas, de partijvoorzitter, zou zeggen, mevrouw, u blijft daar. Want wij willen in feite niet het odium op ons laden dat wij gezwicht zijn voor iets van een president. Ja, dat zei meneer August Boldewijn, de bestuurskundige aan ons. Doe actie waar reactie op de uitspraken van de pres, dames en heren, in het district Nikeri. Iemand vroeg me als ik ook iets wil zeggen over dat van het plein. Jongen, meneer Kasma, plezier, ja, maar aan de andere kant inderdaad vraag je soms af waarom we dat plein voor bijna alle feesten gebruiken. De man ook kan creëren van wat locatie. Boulevard is te klein, no? Ik heb een heel groot terrein gezien daar bij Snelle Park. Maar aan de andere kant, dan ga je de patiënten van PCS storen als je daar allerlei parties gaat houden. Of hou dat ding, hou al die activiteiten in het SZ-stadion. Als je het mij vraagt, groot genoeg. En je hebt natuurlijk ook Flamboyant Park aan de Lalaroekweg of Maken. Poeswan terrein oppo laten we. Maar we doen bijna alles op het plein, joh. Look hoeveel op plein ziet eruit. Isabi, alles organiseren we. Niet nu hoor, want al die mensen zeggen, ja maar ja, waarom heb je het toen hier? Niet nu. Isabi, maar misschien moeten we inderdaad ertoe overgaan om het plein, Isabi, anders te gebruiken dan Alalisi voor activiteiten. Weet je,
If me bedrijf aan Conrad ook. De maar dat ja, if. Maar met takkie misschien zie ik het makkelijk. Maar if me bedrijf aan Conrad. Dat is echt serieus, ja. If me bedrijf aan Conrad. Dan me bed de president. Of me bed Abbe, ik had het voor het zeggen. Even een wijntje hier inschenken hoor, jongens. If me be pres, dan me be drawan kondre da. Des ma ook ontaai me dat president. President, de oudjes zijn op straat. Hoe van me wil ik nou? Wat? Wat zeg je? Pardon? De oudjes, de senioren, burgers en zo en ze hebben. Maar ja. Me jaga eri staf, me jagi. Me jagging. Omdat, als ik hoor Asiana, ik zag, ik keek naar Gail. Wie is aan je bel me morgen bij haar tegenwoordig. Gefeliciteerd met je boek, hoor, schat. Me look ook Gail op de televisie, joh. Dat Gail het draait een reportage van de sma verzamelde Asiana met bord en al. Iemand schreef op een bord: kom uw plicht en verantwoordelijkheid na regering, nu. Dat, joh, ik vraag me af, zoals ik hier praat, als er al vanuit sociale zaken is gereageerd. Weet je, er zijn doelgroepen die eigenlijk nooit, sommige doelgroepen, zouden je eigenlijk nooit om hulp mogen moeten vragen. Nooit. Sommige doelgroepen moet je nooit in die positie manoeuvreren dat de moest komen begin je om voor je ding. Kan niet. Foute boel, man. Foute boel. Kinderen, ouderen, en mensen met een beperking zou je eigenlijk alle aandacht moeten geven. Kinderen, ouderen, mensen met een beperking. Die mensen zouden nooit de mamus kon klop nee door dat jepie jepie, weesuku jepie. Kan niet. Maar wanneer we naar internationale conferenties gaan, dames en heren, dat we go piru schnavel drapen. Hoe het goed gaat, dan denk dat ik deze man op zou doen. Ja. Wanneer we naar allerlei VN-conferenties gaan, dames en heren, zijn we kampioen om mooie woorden te formuleren. We weten dat je mij is. Dan lafde mij laf hoe nu. Stel dat je grappenmakers. Dus kinderen, ouderen en mensen met een beperking, dames en heren. En daarnaast zouden leerkrachten, verpleegkundigen en artsen, militairen, brandweermensen en politiemensen. Voel je niet overgeslagen, want dadelijk wil ik maar beginnen, takkie. Maar ik ben pers. Ja, maar ik ben vuilniswagen. Ja, maar ik ben ambtenaar. Meer begrijp, allemaal belangrijk. Maar deze groepen, leerkrachten, verpleegkundigen, artsen, militairen, brandweermensen, politiemensen, ze moeten voldoende middelen hebben om hun werk te kunnen doen. Dat zeg ik, dat is mijn mening. En ik begin natuurlijk met, doe me mee, give me mening. Ik heb nieuws met je, ja. Ik heb een nieuws uitzending. Ik begin natuurlijk met doen. Deze groepen, dames en heren, je moet ervoor zorgen dat er voldoende verbandmiddelen zijn voor die verpleegster om te kunnen werken. Ze moet je niet komen vragen. Afro moest abi voldoende tools voor mijn deur ook kunnen behoren. Ano musko actie u, ano moest actie aandacht. Dat ik heb nog 2 daar in de kast. Kan niet. En dan kan je, ja, je hebt makkelijk praten. Dan laat me makkelijk praten hebben. Je doet het of je doet het niet. Je zal in een ziekenhuis liggen en er is geen infuus. Of de naden zijn er niet, maar je moet echt dringend geprikt worden. Zou je wel overkomen hoor. Dus, we moeten, en mensen,
de garantie kunnen geven dat deze dingen voortgang kunnen vinden. Zo simpel is het. Als er een regering zou komen, of abi voor ook al ik asiera. Maar het allerbelangrijkste, wat een nieuwe regering moet proberen te doen, wat we nodig hebben, het allerbelangrijkste, die nieuwe regering moet het vertrouwen winnen. Daarom is het belangrijk om te kijken welke kandidaten. Als je eenmaal bevlekt bent, schuif op. Want er is al een vertrouwenscrisis tussen volk en politici. Als je bevlekt bent, schuif op. En natuurlijk, we zijn allemaal bevlekt, ik weet het. Allemaal bij Pchimchis aan het doen. Niemand is roemser dan de paus. De man dat wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar, ja, if you want boom, be die vlak als koifi. Lembo nou, je hebt die schuif. Niet dat je de man van politiek partij, ik was aan de man bij Konja. De man karwan toen en dan een vrouw bel, dat me confronteer de man. Ik weet niet. Komen jullie niet met omstreden mensen? Isabi, omstreden figuren moeten we afwijzen. We zijn al in een dip. Er is geen vertrouwen. En natuurlijk, iemand met een mooi gezicht kan komen met een mooi gezicht. En die jou en ons allemaal op dat kan. Je hebt geen garantie toch? Maar dat kan dat. Maar erger is het dat je ook kiezen die een vervoerman. Die voor een echte diefegge. Of een echte dief. Of zoveel verhalen. En dan word je toch gepakt naar Jozef Soekendo. Dan heb je geen verstand. Dus laat de partijen ervoor zorgen. De mensen zijn er. Jullie hoeven niet elke keer te komen met dezelfde gezichten alsof er geen andere mensen zijn. Ga zoeken, ga werken. De verkiezingen zijn volgend jaar. Beledig het volk niet en kom niet met allerlei hibbies op ons af. Laat de politieke partijen gaan werken. Laat de politieke partijen ons niet provoceren en niet komen met bepaalde mensen. Bepaalde mensen moeten ver uit de buurt blijven en ze mogen misschien harde werkers zijn. Dat is mooi en waar. Je bent misschien harde werker, werkt hard achter de schermen. Laat mensen je niet zien, schuif. Maar goed, dus het allerbelangrijkste nogmaals is, een nieuwe regering moet ons gerust kunnen stellen. Zoals ik u laat zei, we gaan samen de offers brengen met deze mensen. Ze lijken een beetje eerlijk. We gaan samen met deze mensen, gaan we samen inleveren. Dames en heren, Isabella zei, we ergens gerustgesteld. We moeten gerustgesteld zijn wanneer we weten, deze man is de president. En naast hem heeft hij een vervanger. En deze mannen zitten in de cockpit. Laat de politieke partijen ons zeggen. Ook al zijn het geen presidentsverkiezingen. Maar wij als gemeenschap moeten eisen. Ze moeten durven. Ze moeten ons geen BS komen zeggen. Het moment is nog niet zo ver. Yep. No, dikba. Moeten partijen weten wie ze eigenlijk ongeveer hebben in hun mind. Zeg het aan ons. Je moet ons aan ons kunnen zeggen, beginnen jullie al te beraadslagen. Suma wo puska fesi. We willen weten wie DNA voorzitter wordt als jouw partij wint. We kunnen zeggen. En misschien gaat het niet lukken, want je gaat in een combinatie, het kan. Maar dan nog, geef mij de persoon die volgens jou... Het moet kunnen. De tijd van kibri, we zien nog. En ik ga het straks zeggen. En het moment is nog niet daar. Zeg het. Dan weten we, dames en heren, waar we aan toe zijn. Dus we moeten weten. Wie zijn de mensen die gaan zitten achter het stuur? Tewini. Sumo Friaplin. En de man zou kon vrije kiezen. Mijn neus is verstopt.
Eva. Ay. Hoe minus op een wat tapuja. Dat was mij wat ik een beetje grieperig. De massa of vrea kisi. No moest kon proberen. We gaan proberen om te vliegen naar Brazilië. Naar Foz de Iguaçu in Brazilië. Je moet niet komen proberen. Je moet kunnen vliegen. En je moet in staat zijn gelet op je kwaliteiten. Om aan me te kunnen zeggen, luisteren. We krijgen turbulentie. Maar geloof me. Ik hou je in de lucht, ondanks zware turbulentie. Vertrouw op me. Dan moest maar luka piloot. Je moest maar luka piloot. En nee, dan moest maar tijd. Zwaar weer. Turbulentie. But you're qualified. You're qualified. Let's go. Just fasten my seatbelt. And you're the boss. Maar als we dat niet weten, dames en heren. En we geven het land. En de sleutel van het land. En de cockpit. We hebben genoeg meegemaakt in Suriname, hoor. Isabi, en we hebben genoeg meegemaakt. Vooral de bestuurlijke chaos in de afgelopen periode. We hebben geen tijd voor blote voeters, hoor. Even, hoe kan ik? Is wat met Baru? Ik ben Baru, waar hard ik ben, waar Arki? Ga naar alle oude video's kijken, ga je het begrijpen. We hebben geen tijd, dames en heren, voor experimenten en voor blote voeterij. Er is tijd voor serious business. Dus de nieuwe regering, ik weet niet... Als deze mensen, want ik ben niet tegen regeringen, ik kijk naar wat er gebeurt. En het is helemaal schrijnend, het is beschamend dat we elke dag weer een groot vraagteken krijgen. We gaan straks slapen toch? Morgen is donderdag 4 april. Wanneer we straks gaan slapen, weten we Alpha Eat, morgen is er een andere rommel in het land. We gaan slapen, morgenochtend staan we op donderdag, Tantiki. Is er weer een andere chaos ergens? Wij doen voorlopig geen live reportages. Maar je zal zien, bij Gil en bij Gerald, weet ik veel. Dan zal je zien, weer een ander schandaal en mensen protesteren en weet ik veel. Dat is Sranang. Isabi. Dat na Sranang. Maar ik heb een positief bericht gelezen op Star News. Van een meneer Landveld. En meneer Landveld praat over verkeersovertredingen in Suriname, verkeersongevallen. Ik ga delen uit het bericht voor u citeren. In 2023 zijn, dus vorig jaar, zijn 69 mensen overleden in het verkeer. Terwijl er 3127 verkeersongevallen zijn genoteerd. Ja, dus 3127 verkeersongevallen zijn genoteerd. En dat is heel veel voor een klein land als Suriname. Maar, dat zegt hij een belangrijk ding, want dit is belangrijk wat hij zegt, Arki. Maar, we focussen ons op de verkeersdoden. Elke dood is zoveel, terecht. We focussen ons op de verkeersdoden, terwijl bij de verkeersongevallen, dat is verschrikkelijk. Mensen raken invalide, anderen komen in een rolstoel terecht, kunnen nooit meer werken, gezinnen raken ontwricht. Daarom is het de taak van ons om dat aantal te gaan minimaliseren. Zegt meneer Percy Landveld. Hij is onderdirecteur data-educatie van het Verkeersveiligheidsinstituut VVI. Nou, deze man, dames en heren, zegt iets wat ik al 10 jaren zeg in Bakanatori. Bij Sky, bij SRS, hier weer. Amantaki Arki.
nu al hebben we 14 verkeersdoden. Dus 2024, we hebben 14 verkeersdoden. Van die 14 verkeersdoden zijn er 10 bromfietsers. 10 zijn bromfietsers. En nu komt het. Er moet volgens Landveld zo spoedig mogelijk overgegaan worden tot bromfietscertificering. Je zult dus een certificaat moeten hebben om een bromfiets te besturen. Isab olanga met tagasan disi. Isab olanga. Er is. En natuurlijk hebben we van die roekeloos rijdende auto bestuurders. Ik geef toe. We hebben roekeloos rijdende autobestuurders die hier rekening houden met bromfietsers. Helemaal waar. Helemaal waar. Maar mi volg rijles nog bij Doen. Hij is al overleden. Mi bod Johan Tori, maar. De man dat over de doden niks daar goeds. Doen. Iwana rijbewijs, nou, meneer Limbo. Iwane, hè? Middag mino waning, mo teking. Ja, maar mika. Nee, laat me dat niet zeggen. Mi loop tek wel eens in straat. Maar mi volg rijles toch? Dus if me rij gewoon op straat, dan mi doro a broodje daarbij a ingang voor graf van zijn dorp school, dan mi doro a broodje, dan mi moest stop. Agir broodje jaso. Mi moest stop, dan mi moest die voorrang na a verkeersheid moppen voor CCS kon in Gongreepstraat. Ik moet stoppen. Er is een stopbord daar. Vraag vele van die idioten in het verkeer als ze het weten dat ze daar moeten stoppen. De mijn mas economo. De no sabi. Maar Samuel, leg je uit. Wij, we volgen regels. En we weten tenminste waar we moeten sorteren. Wanneer je dus daar aankomt bij kathedraal. Je weet waar je moet sorteren als je van plan bent voor 6 uur de Wilfinkstraat in te gaan. Dan weet je precies waar je moet sorteren. In elkaar sorteert dat maar een helft per IBS. De, of per Volksmuziekschool. De. Je moet sorteren vis kathedraal. Isabi. Maar abronfietser zijn nog volgere helaas. Is stop Javis kathedraal. Daarmee pota brom ja. Mama moest go ja. Dat afaya jobo tap grond dat je start. Je bije rij. Daarmee dwars ik kon ja. Sommige van die mannen weten totaal niet hoe het hoort in het verkeer. Dus laten we dit ding wat is voorgesteld. En ik mag op mijn borst slaan. Ik heb al een paar keer gezegd. Ik weet niet eens wie die hele meneer Landveld is. Maar het maakt niet uit wie het eerst gezegd heeft. We moeten niet te veel babbelen. We moeten het doen. Het mag niet zo zijn dat gewoon ikanga of ibaiwa brom. Daarmee jumpen tapa brom. Daarmee bingo rij ringweg tapa brom. Isabi. Totaal geen ene notie van Isabi. Wat de regels zijn en waar ze zich aan zouden moeten houden. Want dan krijg je 2 partijen op in het verkeer. Wij, die volgen regels, dus je rijdt volgens een bepaald patroon en de instructies conform de borden en alles verkeer meubilair karkon. Maar je rijdt naast jou, zie wat je mee rijdt, en dan snap niks. Met alle gevolgen van dien. Maar goed, meneer Landveld zegt, roekeloos rijgedrag, specifiek inhaalgedrag. Je droa ook toch allemaal een halie in. Auto's hoor. En gebrek aan verkeerskennis zijn volgens hem de oorzaak van de vele brokken in het verkeer. Mensen nemen deel aan het verkeer, maar weten niet eens wat een stopbord is. En is dat een ander belangrijk ding? Mensen
ga naar rijles, alleen maar om een rijbewijs in handen te hebben. En daarna weten ze niks over het verkeer. Dus nu kijken we, zegt hij, naar maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen na 3-4 jaar een soort van refresher course moeten. Dus je gaat bijtanken. Je hebt je rijbewijs, maar je moet worden bijgetankt. Dit is niet de man moest regelen. Je rijbewijs vervalt de mensen niet om ik. Je moet bijna 1000 dingen weer opnieuw gaan doen. dit is wat je zou moeten doen. Als je rijbewijs vervalt, dan moet ik moeders geboorteakte, de mijn AXA geboorteakte van grandpa, de mijn actie tegenboren, allerlei dingen moet je invullen. Dan gaan we elkaar aan mijn strook zetten. Wat je moet gebeuren is, een rijbewijs vervalt na 10 jaar, 20 jaar, brada. Dan in Duans, je gaat ergens bij haven, een soort snelcursus, je volgt baga. En dan wil ik even sabete, want ik kan bot, staan die daar bij parket of noem maar op. Dat zijn de dingen die we moeten doen. Maar goed, ik heb zo lang gesproken, laat me. Kom, we gaan to apps, ja. Dat is een vereiste voor alle weggebruikers, dus ook buschauffeurs en alle andere verkeerscriminelen. Nou, ik zou niet alle buschauffeurs zo noemen. Het zou van grootheid getuigen als hij zelf had gebeld. Nee, dat werkt niet zo toch. De man gaat niet zelf bellen. Hoe zeggen ze dat? Zo werkt het, de secretaresse belt of zo. Maar goed, laat me naar een paar berichten kijken. Maar wel interessant, wat is dat? Dag Lim, saus in dat ding, Santoki 2, wat? Dit is geen saus, maar Anjumara pepere. Maar wel interessant om al deze dingen weer te vernemen. Ja. Ik vind het heel... Ja, kijk hier, iemand zegt... Dit vind ik prachtig. Iemand zegt... Wim Udenhout. Ik ga u vertellen. Ik zie meneer Udenhout. Ik stop daar bij een winkel aan de Benjaminstraat. Tegenover het huis van Emil Wijntuin. Im sabis matori. Dus if you know sabino, maar volg me. Er is een grote Chinese supermarkt. Tegenover het huis van Emil Wijntuin Weilen. En draap in meneer Udenhout, bego, doe je inkopen. Weilen meneer Udenhout. Ex-premier in 1984 is hij door het militair gezag benoemd tot premier. Hij heeft 2 termijnen voor ons meegediend. Premier en minister-president was het toen. En meneer Udenhout, doe je inkopen, want hij is van de Herman Snowstraat. Meneer Udenhout betant op ook voor Herman Snowstraat naar een Meestraat. Recht daar achterin heb je ABC Radio. Isabi. En verder in de straat Herman Adin Betang, ex-minister van Opbouw. Verder in de straat Emro Teme Etang en C. Emro Teme Etang, Dr. Orna. En taba ook tegenover Udenhout, wat jaar ding. Hoefdraad bij nou zo drapen. Maar goed. Dan is hier meneer Udenhout, dames en heren. Dan heb ik wel afspraak aan mijn dag, meneer Udenhout. Ik zou u graag een keer in senioren spiegel willen hebben. Want u bent premier geweest. U bent zo'n hoge intellectueel. Bijdrage geleverd voor land en volk. En het zou een super gesprek worden met Taigi. Het zou een hit worden. Hibal. Nauwelijks 2 weken daarna is de man heen gegaan. Ik vind het jammer. Maar met zoveel kennis, weinig mensen weten. Hij was ook bij Conservation International daar. Weinig mensen weten, dames en heren. Sang Wim Udenhout betekent Jack Conrey. Deze dingen lees je niet in de pers. Niemand praat erover. Die man is overleden. Wamchim bericht kon. Isabi.
Wim Udenhout. Wim Udenhout is. Ik ga je vertellen. Nee, met de kapjes is het trasmoorak. Limbo, ze hadden de leiding in het land. Dat wil niet zeggen dat ze leiders waren. Ik hoor van Boudersen. Was Wedenbos ook in DNA en in welk jaar? Ik ben 62 en ik kan bij dat niet huigen. Wedenbos was lid van de Nationale Assemblée na 2000. Limbo, Plever, Derby en Rogers. Ja, drie kalibers. Meneer Kruisland gaat niet uitkomen, want hij schaamt zich niet wat er binnen de NPS gebeurt, zegt Pompidou. Limburg, roerend met je eens. Suriname schrijven niet over politici en de parlementaire geschiedenis. Toch zou u op onderzoek moeten uitgaan. Nederlanders die betrokken zijn met Suriname hebben veel en goede studies gemaakt. Advies. Neem tijd en lees Ellen de Vries, Hans Valk. Het geeft een goed overzicht. Middag meneer Michael. Hey, zang! Het zou dan leuk zijn om een peiling te houden met een paar bellers om te kijken wie een goede VP of is of was. En vragen waarom. Ja, dat zou mooi zijn. Als we al de VP's in ogenschouw nemen. Isabi, vanaf Henk Aron tot... Maar ik weet precies welke kant het zal opgaan, dus ik begin er niet aan. Want we hebben VP's gehad, lieve middag Henk Aron, Shula Joja, Pertaprada Kishun, Ram Sardiu, Robert Amarali, Ashwin Adin en Ronnie Brunswijk. Limbo met Herman. Oh. Wie was Wijntuin van Coroni? Wijntuin was van de PSV. De partij van, opgericht door Pater Weidman. En hij was de voorzitter van de PSV. En hij was de voorzitter van de Staten van Suriname van 1973 tot 1980. Goedemiddag, de natuur doet zijn werk, wij nemen niets mee. Laat de minister van Bibes weten, hij wil de morele ridder uithangen, omdat hij focust op de post bij OAS. Maar zijn CV is daar, surfing en nieuw surfing. HPSG, de hele handel met de maffia van Italië. Het accommoderen van de mensenhandel met India. Dus hij is gewaarschuwd, zegt iemand. Zo. Mensenhandel, zo. In zware beschuldigingen. Goedemiddag. Wim Udenhout en Henry Nijhorst zijn toch ook VP geweest en al overleden, of ben ik niet juist? Nee, u bent niet juist. Wim Udenhout. Laat me met Nijhorst beginnen. Nijhorst was eerst minister van Financiën. Ik dacht onder Sina Sen. En daarna is Henry Nijhorst, ik weet niet als die meneer nog in ons midden is. Die man bij Karama Paneetje. Hij was daarna minister-president, dus premier. Tot 9 december 1982. Na 8 december heeft het kabinet, de Mantak Massaal, we dienen ons ontslag in. En ze zijn teruggetreden. Daarna heb ik nooit meer iets gehoord of vernomen van Henry Nijhorst. Nooit meer gezien in de media of zo. Never, nada, nooit meer. De man bij Karaman, Johnny Kamperveen bij Harharaman op de radio. Mijn Karaman, paneetje. Amma snor bij jou zo in Toekoezo. Zo echt, pap. Henry Nijhorst en Wim Udenhout, die was premier in 1984.
Welke premiers hebben we gehad in de Riffeltijd? We hebben niet de juiste volgorde hoor. Dus Genassin, Nijhorst, Ali Bux, Udenhout, Rada Kishun, Wedenbos. Ja, er zijn weinig apps vandaag, man. Oh, of ik heb dat ding volgens mij op Do Not Disturb. Ik kijk naar de berichten en ik krijg een app van meneer Mustadja. Dankjewel meneer Mustadja, dat is inderdaad een slip op de tong. Ik heb het snel proberen te corrigeren, want 10 april is geen offerfeest. Idul Adha is offerfeest. Slip op de tong. Thank you Mr. Moes. En dan krijg ik van Saf hier een video. Aanrijdingen op de Oost-West-verbinding ter hoogte van afdamming richting Nikeri vanwege bosbranden en heel veel rook op de weg. Ik stuurde een bericht voor meneer Slijngaard. Ik denk dat de autoriteiten ons wel moeten informeren, want ik weet wel, dat ding is ook hier gewoon s'avonds. Laatst mij rijden kasaba oloka kadise, met taigi. Ah, je lukt toe zee, zo smokko. Op een gegeven moment wordt het al een beetje angst aanjagen, dus wees u heel erg voorzichtig, Isabi, en ook als je dat ding gaat inademen, toch? Ik wil niet eens naar je luisteren, hè, want mijn bloeddruk stijgt. Dat het aan mij lag. Maar als die dame zegt, ik wil niet eens naar je luisteren, want mijn bloeddruk stijgt. Omdat er ook een motie van wantrouwen ingediend moet worden. Tegen die president. Er staat nog wat anders, maar dat kan ik niet lezen. Cliff, die vorige first ladies waren blijkbaar niet goed geschoold. Noem maar aan, die vorige first ladies, die bij Sabi de Impressie, ja. Die bij Sabi de Impressie. Ze waren niet opdringerig. De inschrijving is koivie automatisch, want die begrijp. Hé, hey, Raoul. Check voor mij wat het probleem is met mijn telefoon-app. Nou, ik zie, dit ding kan niet kloppen dat ik nog een bericht meneer zie. Of niet druk gewoon verkeerd, Sani. Heb ik iets vergeten? Ben ik iets vergeten? Yes. Nee. Zo'n beetje uitgepraat. Ik hoop dat de mensen dat van de... Dat voorstel van meneer Landveld van de VVI, het Veiligheidsinstituut, dat de mensen dat serieus nemen. Ik kom er niet uit. Oké, dan moet ik opbreken. Ik denk dat we gaan naar huis. Dat is mooi geweest, deze begonnatorie. Een beetje anders dan anders. 4:50. Ik wil u bedanken voor het volgen van ons programma vandaag. We hopen dat Taksan Takisan komt van ver over, maar alles wat we zeggen, we praten hier uit het hart. Dus we komen niet hier om mensen onaangenaam te zijn. We hebben gewoon, zeker wat de geschiedenis betreft, en ons advies ook aan organisatoren. Dat is wel gemeend. Ik hoop dat men daar goede noten van genomen heeft. Voor de rest hoop ik, heb een mooie woensdag. Ik denk dat we later ook nog de Used to Be gaan doen op 91.7. Let goed op jezelf. We zijn er morgen weer met Gods wil met 1 nieuwe aflevering. Ik bedank u voor het kijken. Ik bedank u voor het luisteren. En ik nodig u uit om morgen weer aanwezig te zijn. Goedemiddag.